Yo mensen, welkom bij een nieuwe GTA First Person Story Mode! Vandaag zitten we op een onbewoond eiland. Volgens mij, dit is toch vrij onbewoond? En ja, hier waren we dus de vorige keer geëindigd omdat Trevor dacht dat het fucking leuk was om hier naartoe te gaan. Nou, ik zie er de lol niet van in, hoor, maar goed. Jullie vragen je natuurlijk af, wat is er nou allemaal te doen, Jos, op dit onbewoonde eiland? Nou, helemaal geen ene kut, want het is een onbewoond eiland. Jee, wat logisch. Oh, dat was echt mooi. Dat was echt wel een fotomomentje waard geweest. Maar ik ben te lui om foto-app op te starten. Dus dat gaan we lekker niet doen. Weet je wat we gaan doen vandaag? We gaan lekker missies doen. Oh nee, wacht. We gaan eerst proberen om te ontsnappen van dit eiland. Wat voor kleren heeft die man aan? Oké. Totaal gepast, ja. Dit is echt klederdracht voor een onbewoond eiland waar niemand je kan zien. Behalve die twee vogels daar. Maar ja, dan weet je natuurlijk niet wat ze in vogeltaal allemaal over Trevor lopen te roddelen achter zijn rug om. Maar ik meen me te herinneren dat hier net een boot lag. Daar dobbert iets. Of is dat gewoon een glitch? Nee, dat lijkt toch wel een beetje op een bootje. Ja, het is mijn boot. Meneer de boot, kom terug. Ik wil weg van het onbewoonde eiland, heel erg vlug. Oh ja, trouwens, ik moet onderhand wel eens een keer naar de kapper, hè. Niet eens omdat mijn haar zo lang is, maar meer om het feit dat het, zeg maar, als ik mijn haar zeg maar naar voren laat hangen, dan komt het tot hier en dat is niet zo comfortabel. Op een onbewoond eiland met Trevor in de zee. Oh mijn god, mijn vrouwtjes! Hallo daar, ijzeren stang van de boot. Ik wou eventjes naar die vrouwtjes. Hallo? Oh fuck. Synchronized in het water duiken. Wat een lepe weven zeg. Zo de knetters. Oh mijn god, het is een steen. Het was een steen. De steen viel me aan. Oh nee, die steen gaat me sowieso ook al dik aanvallen. Oh mijn god, dat zijn dit voor boottrucs. Oh, 360 motherfucker. Oh yeah. Oh yeah, laten we die hond overvaren. Get wrecked, hond. Oh! Kaboom. Deine hond is kapot. What the fuck, hij leeft nog. Hoe de fuck kun je dat overleven? Je bent een onverwoestbare hond. En daarom mag je blijven leven. Omdat je mijn grote bootoverheidaanval hebt overleefd. Grapje, hier is een RPG. In je face! Dames en heren, jongetjes en meisjes. Het is tijd om als Franklin te spelen. Want ik zag net op mijn mapje dat er helemaal geen missies beschikbaar waren. Maar toen dacht ik van, hé, ik weet al waarom. Want we moeten naar Franklin schakelen. Want dan start er automatisch een missie. We moeten namelijk een architect traceren. Die FIB-building en zo heeft gebouwd. Want hij heeft allemaal van die bouwplannen en die hebben wij nodig om in te breken in dat gebouw. Dus we moeten eerst die architect eventjes vinden. Volgens mij is hij daar al. En wat de hel. Hey, stupid! You can't be on here without a hat! Ja, godverdomme, dit staat toch niet bij mijn kleren? Kijk dan. Check deze shit, dat matcht niet. Kut bouwvakkers. Laat ik het gewoon maar snel doen met een shotgun. Tot zover mijn Duits. Maar het is ook een shotgun in het Duits, maar... I don't know, ik hou ervan om een beetje mijn eigen taaltje te ontwikkelen tegenwoordig, dus ja. Lose the cops. Nou, dat moet toch wel één keer in een aflevering wel voorkomen, iedere aflevering. Meestal knip ik het eruit omdat het fucking saai is. Deze keer waarschijnlijk dus ook. Maar ja, ik wou dat gewoon even gezegd hebben, want dan heb ik mijn hart weer gelucht, weet je wel. En dan voel ik mijn eigen weer helemaal beter. Dit is sowieso wel een goed verstopt plekje, zwaar. Motherfucking politie. Ik was er bijna tegen aangereden. Konden we nog een keer gaan ontsnappen. Oh ja, yeah, aangekomen op de plek. Laten we Michael's auto maar even de pleuris in rijden, want dat vind ik leuk. Kijk dan, wat een opschepper met zijn fucking dollartekentjes op zijn wielen. Nou, dat kan echt niet hoor, dames en heren. Dat kan toch echt niet. Maar boeien, we hebben wel meer dingen om ons druk over te maken. Bijvoorbeeld de volgende cutscene. 3, 2, 1, go. Ah, it's cracking. Hey, you got him? Of course I do, homie. We just gonna rob the FIB and be allowed to walk by your boys like that. Yeah, I don't fucking know. Probably not. Or maybe I am. Here's what I think. We have two options. The new security software goes into containment mode in case of emergency, you know, earthquakes, mudslides, acts of God. So we could plant some firebombs. They go bang, the emergency call goes out, we hijack it, show up as firemen, and then we grab the containment drive. Or we could hack the system on site. We'll go in by air. You mop the place and plant the bombs where we need them. Seriously? I got a mop? Sowieso dat we die gaan doen. We gaan die doen. Mag ik al kiezen? Ik weet mijn keuze al. Want dan kunnen we daar zeg maar als een motherfucking conciërge rond gaan dweilen. Dat is grappig. Dat heb ik nog niet gedaan zeg maar in mijn eigen storyline toen ik het speelde op de 360. Want deze manier, via het dag zeg maar, die heb ik wel gedaan. En ik denk van ja, ik doe gewoon die andere manier, want die heb ik nog nooit gedaan. Dat lijkt me wel leuk. Fire, crew, 3, 2, 1. Ik klik op. Ah. So you do want a map.
Okay. Well, you'll need a couple of gunmen. We pakken Hugh Welsh, want die heeft maar 7% van het geld. Want ik ben gewoon een gierige grijperd, dus ik hoor gewoon mijn centjes. En dan pakken we Norm Richards, om dezelfde redenen. En hij heeft een fucking epische snor. Ja hoor, we gaan gewoon naar binnen als een fucking concierge. En daarna gaan we schieten met twee amateurs. Helemaal volgens plan. Dit komt goed. Mission passed. Quick getaway. Oh, 100% completion. Wrecked. Oh mijn god, ik weet niet wat het inhoudt, maar yeah, 100% bitches. Laten we nu maar eens eventjes wat andere zaken gaan doen. Dude, waarom heb je geen shirt aan? Dit is echt, echt niet normaal hoor. In zwembroek en met zo'n rare sok. Oh my god, meneer. U heeft zojuist alle modewetten overtreden. I'm gonna fuck you up. You are gonna fuck me up. Dus je bent ook nog homo. Oh, jij bent homo. Nou, daar hou ik niet zo van, zeg maar. No offense, maar... Ja, ik weet niet, man. Ik hou er niet zo van als ik in mijn reet word geneukt midden op straat door een man die ik niet ken. Klinkt best wel logisch, ook als ik het zo uitleg. There's this guy. He's been following me around. I think he's about to do something. Help Tracy. Nou, vooruit dan. Het had echt gewoon een ultieme kloot zou kunnen zijn om gewoon op nee te klikken, maar ja. Meneer, ik wil uw auto even lenen. Die blik op mijn gezicht. Heerlijk. Nou, laten we dat motherfucking kring maar eens gaan helpen dan. Hey, chickie. Oh, het is mijn... dochter die ik net heb aangereden. Stom rotwef. Trouwens, ik had van de week een video geüpload met de vraag of dat jullie suggesties hadden voor een nieuwe serie. Ik heb alle comments doorgelezen en ik zag heel veel Until Dawn. Dat leek me wel heel cool, alleen ik heb helaas geen PlayStation, dus zo gaat het niet worden. Toen zag ik heel veel Ark Survival. Hey, dat kan ik wel eens eventjes gaan proberen, dacht ik. Dus ik heb hem geïnstalleerd. Alleen ik kom erachter dat mijn laptop best wel... crappy is. Dus ik weet niet of dat ik hem in redelijke kwaliteit kan spelen voor jullie. Dus ik ga gewoon een keer een eerste testaflevering maken. En als jullie het fijn vinden om naar te kijken naar die lelijke graphics, dan gaan we ermee verder. En anders gaan we gewoon een andere serie doen die jullie hebben voorgesteld. Dus dat wilde ik nog eventjes zeggen. Eigenlijk wilde ik zoiets zeggen in een aparte video. Maar ja, ik dacht van ja, waarom zou ik daar een aparte video voor maken? Dat is ook weer zoveel moeite voor zo'n kleine informatietje. Een kleine informatietje. Wauw. Oké, dus we zitten nu in de auto met dat mens. En ze zitten de hele tijd in mijn oor te tetteren. Daar word ik niet vrolijk van. Oh shit. Oh shit. Het is deze man die ons talkt. Of eigenlijk alleen maar Tracy. Maar dat maakt niet uit. Maar hij weet natuurlijk niet dat ik dikke witte sticky bombs heb. Hey. Hé, meneertje, wil jij een sticky bom van mij? Ze zijn gratis en ik hoor hem bijna op mijn auto. Hey, 3, 2, 1, kaboom! Je bent dood. Ja, I killed him. You just killed him! I can't believe it! Nou, geloof het maar, want hij is helemaal naar de Filistijnen en hij is lekker gekookt in die auto. Heerlijk gekookt mensenvlees. Grow up! Baby, it's time you got serious with your life. Thanks, Daddy. Bye. Heerlijk, lekker mensen kapot knallen. Sticky bombs zijn sowieso mijn favoriete wapentje. Mensen, bedankt voor het kijken. Druk duimpje hoog. Tot woensdag. Later.